halen. Ik heb de buitenkant spelen wel een beetje met zien. Ik de winkel. Ach, hij zit erbij. Ik heb het kak. Ik heb het ruimte staan. Dus. Grappig. Heel weinig bakken. Nee, de mijne staat daar nog. Nee, is er nog een magere bak. Of twee bakken staan er. Nummer drie. Zoals. Zie je nog wel meer dan vier. Oké. Want hier staat dat eruit dat er geen bak in stond. Dat, mijn bak is weg, maar het is niet zo gelukkig. Maar ik zat er niet aan mijn bak kwijt willen zijn. Ze begint allemaal te zoeken, waar is die? Dus, oké, 47. Ik ga eens even kijken of dat... daar een bak. Ja, die staat hier ook nog. Trap is eerst zien als elkaar hebben gezet. Kijk, raap haar bak, mijn bak. Dus die kan ik niet pakken. Dat is mijn bak. Zo. Ik ga hem niet pakken. Deze twee bakken. En dan zien wij zo terug. Zo. Onze eigen pak te betreden om te zetten. Voilà. Gefixt. Helemaal gefixt. Dan heb je de pakken. Staan we op de plaats waar ze moeten staan. Die van elk weet ik niet, de buiten staat, dus ga ik eens kijken van de andere kant. Of die daar staat, als die daar staat. Nu moet die ook even mee naar hier, maar als die er niet staat, natuurlijk niet. Natuurlijk. Want dan kan je die niet mee pakken. Hè. Dat spreekt voor zich. Een groot probleem. De kaart is weg, bankkaart. Maar zit die altijd in de zak, maar nu niet. Dus, heb je zo even paniek. Zit ook nergens in een rustzak of zo. Dus misschien is er een vraag bij de winkel. Die gisteren geweest zijn. Hier is 6 van. Mijn buitenpijn. Ik ging normaal om eten kopen. Maar ja, dat gaat natuurlijk nu niet. Dus ik zie hem nergens op de tafel. Dus misschien terug naar de winkel. Ik ga vragen of ze die daar hebben gevonden of zo. En dan is er misschien iets aan de hand. Wel ja. Dan moeten we zo een kaart opbellen om te blokkeren en dan is het helemaal gedaan. Dus, ja. Dus. Dus voor een keertje. Dus. Ik heb er wel wat stress van eigenlijk. Dus. Want, ja, het is toch wel iets persoonlijk en het zit nergens. Nergens zit het hier. Dus ik snap er niks van. Totaal niet. Want dit is mijn... Je ziet mijn kaart. Mijn paspoort. Voor de rest zit er niks in. Zeker zit er wel in en zo, maar voor de rest ook niet. Dus ik denk dat ik eens naar de winkel ga waar ik gisteren ben geweest. Moeten vragen. Dus ik heb mij nu een nieuwe gsm gekocht. Kon niet anders. Blokkeerde constant. Ik wil sturen naar iemand. Blokkeren. En dat is natuurlijk heel erg. Dus daarom heb ik besloten om een nieuwe gsm te kopen. Ik heb een A21 gekocht. Een S21. Deze dus gekocht. Niet gesponsord voor overduidelijking.
Dat is gewoon gekocht en niet gesponsord. Morgen gaan we trouwens naar Gent, dus ik heb eens mijn paspoort pakken. De bankkaart is nog steeds niet druk, dus ik heb het vermist. Ik heb die geblokkeerd. Maar ik ben er nog opnieuw 100% gerust in. Maar goed, ja. Dat kun je niet veel doen. En op dat moment, want de bank is niet open, dus. Dus moet ik zeker meenemen. Echt, het is de hele week zo hectisch. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, altijd zo hectisch, hectisch, hectisch. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Het is precies of het is... Dus sinds die vrijdag dat het helemaal goed liep, en dus mijn gieten hebben we gezien dat vandaag die vlog trouwens online staat, als we deze video opnemen, want het is vandaag de 10 december. Dus echt waar, het is echt, sindsdien is altijd alles chaos geweest, maar goed. Dus ik kan nu verder mijn gsm instellen en dan zien we elkaar zo snel mogelijk terug. Als je dit een leuke video dan zie ik een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en hopelijk is snel alles opgelost. Maar ik kan me nu een beetje rustig houden naar de live cake van Mitzi. En dat is alles wat ik nog ga doen vandaag. Dus meer ga ik niet doen. Morgen ga ik naar Gent. Dus het gaat ook een drukke dag worden, spanning en alles. Want ik heb het altijd als je trein moet nemen. Dus ik wil me nu nog een beetje focussen op de rust. En dan zien jullie mij morgen weer. Een gloednieuwe video. Tot ziens.